In deze video moet een bekende acteur voor de rechter komen door onze undercover reportage. Hij wordt verdacht van verkrachting van minderjarigen. Alle pers duikt er bovenop en ook ik was aanwezig in de rechtbank. Niet per se gedacht, wel gehoopt. Maar hij is natuurlijk wel komen opdagen bij zo'n afspraak op onze beelden. Dit is het Breaking Crime News. Hoi, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag een nieuwe aflevering van het Breaking Crime News. Wat is vandaag in het nieuws en vooral ook gisteren het proces rondom Jan van H, de Vlaamse acteur van 53, die we onder andere kunnen kennen van Big & Betsy, Disney, K3 en Mega Mindy. Die acteur ontmaskerden we vorig jaar als pedofiel in een undercover reportage en dat zorgde nogal voor wat ophef in de media. Gisteren startte zijn proces en moest hij voor de rechter verschijnen en ik was erbij. Ik reisde af naar Antwerpen om bij die zitting aanwezig te zijn en dat zag er zo uit. Ik ben afgereisd naar de rechtbank in Antwerpen om de zaak van Jan van H te volgen. De bekende acteur komt zenuwachtig aanlopen, compleet vermomd. Hij doet zogenaamd alsof hij telefoneert, draagt een mondkapje en een grote zonnebril en een pet. Hij ziet erg bleek, is duidelijk vermagerd en komt nogal nerveus over. Er is veel pers, fotografen en iedereen staat klaar om hem vast te leggen op camera. Toen gedacht dat dit het eindpunt zou zijn? Niet per se gedacht, wel gehoopt. Maar hij is natuurlijk wel komen opdagen bij zo'n afspraak op onze beelden. Kijk, en als je dat doet, dan vind ik het heel terecht dat dit het gevolg is. Het is zo dat deze meneer gewoon de meest vreselijke dingen over kinderen zegt. Hè? Hij verzamelt onderbroeken, zegt hij in onze reportage. Dat blijkt ook vandaag uit de zitting. Hij zou kinderen willen hebben om ze te misbruiken. Dus zelf kinderen nemen met een partner om ze vervolgens te misbruiken. Nou, dat is vrij bizar, denk ik. En zo zijn er een tiental, honderd, misschien wel nog meer uitspraken. Jan van H. is bekend van vooral kinderprogramma's, zoals Big & Betsy, K3-serie, Mega Mindy en vlak voor de undercover reportage van ons sprak hij nog de hoofdrol in voor een grote Disney-film. Maar vandaag de dag is daar weinig van over, blijkt hij te worden van de advocaat in de rechtbank. Jan van H. heeft geen werk meer, komt nergens meer aan nieuw werk, is al zijn vrienden kwijt en woont zelfs weer bij zijn ouders. Jan van H. was succesvol en kon doen wat hij wil. Maar na de undercoveractie van Vrije Vogels heeft hij geen leven meer. Zo zegt de advocaat, terwijl ik achter Jan van H. zit in de rechtbank. Na onze undercover reportage heeft de politie een onderzoek gedaan naar de acteur en heeft een inval gedaan in zijn woning. Tijdens een huiszoeking werden 7 gebruikte jongensonderbroeken teruggevonden. En op de computer van de acteur stonden pornografische beelden van minderjarigen. Er werden ook chatgesprekken teruggevonden waarin de acteur vertelt dat hij een seksuele voorkeur heeft voor onderdanige jongens die hij kan manipuleren om met hen te doen wat hij wil. In een ander gesprek wisselde de acteur naaktfoto's uit met een jongen om hem vervolgens onder druk te zetten om seks met hem te hebben. Als je dat niet doet, verspreid ik jouw naaktfoto's, zei de acteur. In ruil kregen ze naar eigen zeggen geld van Jan van H. En voor sommige jongens kocht de acteur ook nieuwe onderbroeken, op voorwaarde dat hij dan hun gedragen slipjes kreeg. Ook dit kwam in onze reportage naar voren, maar werd ook in de rechtbank besproken. Ho, eerst even dit. Ik zou het super leuk vinden als iedereen die dit ziet wil abonneren op naar die 100.000. Want dit soort video's maken kost nogal wat tijd. We stoppen er veel tijd en moeite in en daarom zou ik het onwijs gaaf vinden als je wil abonneren. En iedereen die dat doet, stuur mij even op Instagram een bewijsje dat je bent geabonneerd en dan ga ik jou terugvolgen op Instagram. Zo zie ik ook wat jullie, mijn kijkers, ook bezighoudt. En dat vind ik gewoon onwijs leuk en belangrijk. Doe dat allemaal, abonneer, een bewijsje sturen en dan zie ik jou op Instagram. En nu door met de video. Met de handen op zijn rug in een grijze pantalon en een blauw ruitjeshemd begint hij met licht bevende, zenuwachtige stem te praten. Het is met veel schaamte en spijt dat ik hier vandaag sta. Ik heb ingezien dat ik een probleem heb en daarvoor ben ik nu in behandeling. Ik hoop dat ik nog een tweede kans krijg, want ik ben tussen alles kwijtgeraakt wat me dierbaar was. Maar u zei dat u kinderen wil, zodat u ze kan uitwisselen met andere gelijkgestemden. Wat moeten wij daar nou van denken? Vraagt de voorzitter in de rechtbank.
Jan van Haan zegt daarop: u moet weten dat ik in die periode van de undercover-reportage slecht in mijn vel zat. Door corona had ik weinig contacten en was ik eenzaam. Ik was blij met elke vorm van contact en aandacht. En die kreeg ik van de journalist. Ik zou hem om het even wat verteld hebben, zonder het daarom te menen. Als ik die uitspraak vandaag opnieuw hoor, word ik er zelf misselijk van. Ik meende dat niet. De voorzitter vraagt: u ging ook aankloppen in de hotelkamer, omdat u dacht dat daar een kind van 10 was. Jan van Haan zegt daarop: dat moet u in diezelfde context zien. Ik had nooit de intentie om iets met dat kind te doen. Dan zegt de voorzitter: maar u had wel kinderporno op uw computer staan. Jan van Haan zegt daarop: ja, maar die beelden zocht ik zelf nooit op. Ik kreeg ze van anderen in een chatbox. En dan zegt de voorzitter scherp: volgens uw zoekgeschiedenis zocht u nochtans vaak naar very young boys. Dat zijn wel echte kinderen, hè, die op die foto staan, die misbruikt worden. Dat beseft u toch wel, hè, meneer? Jan van Haan zegt daarop: een beetje zenuwachtig. Ja, ja. Ik vond de zitting nogal chaotisch. De advocaat van Jan van Haan had het vooral over mij. Over dat hij in de val gelokt zou zijn door Sven van der Meulen. Ik dus. En dat we dat wel moesten nuanceren. Ik vond de advocaat ook vrij chaotisch. Er werden namen van vermeende slachtoffers door elkaar gehaald. Wat ik vrij amateuristisch vond. Er werden met papieren geschoven over en weer en vond de verdediging erg zwak. Jan van Haan zou afgeslacht zijn in de media. Maar rondom deze zaak ben ik eigenlijk heel netjes geweest rondom de identiteit van de acteur. Dat ben ik geweest en zal ik altijd zijn. Ik ben het niet eens met de advocaat, maar ben wel erg blij dat de politie dus meteen reden zag na onze reportage om in te grijpen. De eis vind ik wel wat laag, maar juridisch ligt dat gewoon heel ingewikkeld. De uitspraak van de rechter zal 28 juni plaatsvinden. Ook dan houden we jullie natuurlijk op de hoogte. De eis van het OM is 4 jaar cel met uitstel en verplichte hulp. En dat betekent dat de man verplicht hulp moet krijgen en aannemen. En wil hij dat niet of gaat hij intussen toch de fout in, dan moet hij naar de gevangenis. Wil je alles weten over dit proces en de afloop daarvan, dan moet je zeker abonneren. We houden iedereen natuurlijk door onze video's op de hoogte van deze zaak en van andere zaken. Vind je dat interessant? Abonneer. Laat ook even in de comments hieronder weten wat je van deze zaak vindt. En heb je de eerste reportage over deze man nog niet gezien, doe dat dan vooral. Een linkje staat in de beschrijving. Doe ook een duimpje omhoog en dan dank ik jou voor het kijken. En dan zie ik je volgende week weer bij een nieuwe video. Tot later.